In 2009 begon men in Uden met het project Schoon en Veilig. Een project om mensen vanuit een uitkering aan het werk te helpen. Brabantzorg startte in 2016 onder de naam Carousel Groen een soortgelijk project bij de Nieuwe Hoeve in Schaijk. Beide projecten zijn samengevoegd en vallen sinds 1 maart onder Carousel Groen. Vanwege corona moest de officiële overdracht uitgesteld worden tot 2 september. Plaats van handeling, Theehuis de Hooimeid in Schaijk. Donderdagmiddag 2 september heeft de overdracht plaatsgevonden van het project Schoon en Veilig door gemeente Uden aan Carousel Groen van Brabantzorg. Carousel Groen is destijds gestart in Nieuwehoeve in Schaijk met als doel om kwetsbare mensen een leer- en ervaringsplek te bieden zodat zij zich daarmee verder kunnen ontwikkelen. Het is voor deze mensen soms moeilijk een passende baan te vinden. Zij verrichten vooral werkzaamheden voor het schoner en veiliger maken van het buitengebied en locaties van Brabantzorg, zoals het onderhoud van groen en bossen. Schoon en veilig is het, hè? Ja, veilig, ja. Oké, ja, doe dat lang. Mooi werk. Ja, is leuk? Ja, is leuk, ja. En die mensen die ik hier zie, dat zijn allemaal jouw collega's, ja, met wie jouw pad gaat. Alles is mijn werkvriend. En wie is Han? Han, zeg jij? Alles is mijn werkvriend. Oh, ja. Kiwan, Frans, Beter. Oké, ja. Ik begon bij Carousel. En was zo'n beetje de eerste deelnemer. Als ik er was gekomen, dan was het hier fantastisch en mooi. Medewerkers van Schoon en Veilig toonden hun vaardigheden. Ook de horeca-medewerkers verrasten de gasten met een welkomstdrankje en gebak. Ik mag u welkom heten. Toch een bijzonder moment, feestelijk moment. En dan wil ik toch ook in het bijzonder wethouder Prins en wethouder Verinsam welkom heten. De adviesraad van Carousel Groen. Christian van Herpen van gemeente Uden, die Schoon en Veilig altijd onder zijn hoede heeft gehad. Jos dan met haar team en zeker het belangrijkste, de assistent-medewerkers van Carousel Groen, Schoon en Veilig. En ja, ik weet niet of jullie het net gezien hebben, maar ja, nogal wat foto's en camera's. En we hadden net een fotosessie hier in het groen in de zon. En als ik dan jullie gezichten zag met die brede lach erop en die trots die jullie al uitstralen als team Schoon en Veilig. Nou, dan denk ik, dan zijn we met iets heel moois bezig. En daar zat ook meteen ook alle energie voor de toekomst in. Dankjewel. Ja, nee, we hebben gezegd samen. Dat is ook meteen dan een eerste indruk hoe Carousel denkt en werkt. En dat hebben wij het afgelopen jaar. De bedoeling was dat de overdracht wat eerder zou zijn. Niet gelukt door corona. Maar wel dat de weergoden vandaag ons heel goed gezind zijn. Dus ik heb zoiets van, nou, groen, veilig, mooi weer, plaatje klopt. Daar komt ook bij, de werkwijze van Carousel Groen is dat wij niet in hokjes denken. Dus dat betekent ook dat de speech, en ik kijk mijn secretaresse aan, die zei al de hele week, heb je je speech klaar? Dat wilden we doen. Maar de kandidaten vroegen onze aandacht, dat is niet helemaal gebeurd. Als mensen vragen net ook, wat is Carousel? Wat vinden jullie van het project Schoon en Veilig? De naam Schoon en Veilig houden we. De meeste mensen zeggen, een project dat overgenomen wordt, dat krijgt een andere naam. Nee, een betere naam dan Schoon en Veilig. Een onderdeel van Carousel Groen is er niet. Schoon, dat willen we allemaal. We willen veilig zijn. Waar schoon is, kun je veilig werken en leven. Maar ook veilig om te mogen groeien en bloeien. De aandacht. En vorige week, en het ligt maar aan hoe je het interpreteert, toen een bestuurster van Brabantzorg ging met pensioen. En die zei de zin, alles wat je aandacht geeft, groeit. Nou, hoe interpreteer je dat? Brabantzorg, positieve gezondheid. Dus ik heb zoiets, aandacht aan het onkruid wegwezen, zodat de planten en de bloemen kunnen groeien. Maar ook de aandacht voor al de kandidaten, onze collega's, dat ze in een veilige omgeving kunnen groeien en bloeien. Op persoonlijk vlak, op taal, de cultuur in Nederland, je kunt het zover niet bedenken. Maar één belangrijke algemene deler is er, groeien als persoon,
als mens op eigen regie en op eigen tempo. De woorden van Josse kan ik natuurlijk niet op. Maar inderdaad, schoon en veilig. De naam zegt het al, Josse heeft het ook uitgelegd. Een project wat in Uden is begonnen, wat ik zelf al vrij lang ken. Maar zeker vanaf 2015 echt inhoudelijk bij betrokken ben. Om de mensen een werkplek te geven, de kandidaten die het zo verdienen. In die veilige omgeving om te kunnen werken. Dat hebben wij gezien, dat hebben wij zien groeien tot wat het is geworden nu. En dan miste ik zelf iets, en dat was dan met name een stukje regelmaat in het weer. Hè. We hebben te maken met onwerkbaar weer, want je was alleen maar buiten. En dan loop je daar tegen aan de zaken, dan, wat wil je nog meer? Opleiding, wat wil je nog meer? We hadden heel veel wensen. En ja, op een of andere manier kwam ik met Jos daar in contact. En toen ging het balletje rollen. En we hebben een hele fijne samenwerking. En we spelenderwijs hebben we gewoon dingen op kunnen tuigen. En is het geworden wat het nu is. En dan mag Carousel Groen zeggen dat schoon en veilig een onderdeel is geworden van. In deze mooie omgeving, in het mooie taakveld wat ze hebben. De escape om buiten het buitenwerken ook taken binnen op te pakken. Noem het de Tingemerwinkel of misschien de affiniteit met de winkel. Of de groentekwekerij. Veel meer mogelijkheden als wij in Uden hadden kunnen pakken. Als je 3,5 jaar geleden wethouder van de gemeente Uden toen nog mag worden en nu Maasvorst en oprichting, dan heb je veel te leren. En dat heb ik dan ook gedaan. En dan kom je er ook al heel snel achter waar je pareltjes zitten. Waar zijn nou de mooie dingen van het wethouderschap? En ik moet hem toch nog even noemen, helaas met pensioen, John Ermers. Die zei, Maarten, laten wij samen eens een keer naar een hele mooie keet in de Slaapbroekse bossen gaan. En wat ik daartoe meemaakte, daar kwam ik al meteen achter hoe mooi het is om portefeuillehouder te zijn van het sociale domein. Want meedoen is toch het allerbelangrijkste wat er is. En daar in optima forma merk ik daar wat meedoen is. Ik heb met de jongens daar ook worstenbroodjes gegeten. Maar we zijn ook in de bossen gaan kijken wat ze doen. En hoe dat ze dan met gewoon hun ziel onderbuik vertelden met trots wat ze daar aan het doen waren. Ja, dan heb je een fantastisch mooi project gestart met elkaar. En de basis is inderdaad, Jossa, jij zei het, dan zijn het die mensen. En het gaat om die mensen. En dan is het heel fijn dat je dat kindje kunt stallen of over kunt dragen naar Carousel Groen. Maar alles bij elkaar, we kunnen een speech geven. Het is het team wat er staat. Het team krijgt eigenlijk een heel mooi groot cadeau, want het is gewoon voor jullie. Dat wordt dadelijk onthuld. Ja, zeker. Scharen. Nou, tien. Ik heb al die koers samen. Oh, hey. Hier, kom maar op. Maat. Oké. Van de knieën. Hier, ja. 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 Oh, moet ik nou letterlijk? 1, 2, 3. Ja. Ah, daar is hij. Ja, perfect. Ja, dat is zo, hè.